Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag zaterdag 16 december. Ja, 16 december. En gisteren is er dus geen nieuwe vlog online gekomen omdat ik echt heel even mijn rust moest pakken. Dus ik heb echt mega veel geslapen. En ik voel me weer echt helemaal fit. Ik heb net lekker gedoucht. Ik heb een wasje erin gedaan. Dus als je veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Het is dus lekker weekend en ik merkte gewoon gisteren dat het echt allemaal even een beetje te veel was. Dus ik heb even een rustdagje genomen. Dus er is gisteren geen video online gekomen. Wel vrijdag. Vrijdag is er wel een hele leuke video online gekomen over dat ik naar het winterparadijs ging. Dus als je die nog niet hebt gezien, kan je die dan kijken. En vandaag heb ik lekker een dagje thuis. Mijn vriend is nu aan het werken. En we willen dit weekend iets meer rust nemen. Omdat we echt afgelopen weekenden echt die hard alles hebben gedaan. Dus we hebben besloten dat we vandaag een beetje rustig aandoen. Maar ja, ik moet ook gewoon mijn oude huis nog leeghalen. Dus daar ga ik wel denk ik een beginnetje aan maken. In ieder geval hebben we gisteren lekker op de bank wat gekeken. Lekker gechilled. De gordijnen moeten wel echt komen. Misschien kunnen we dat vandaag uitzoeken. Ik denk dat we dat bij de Quantum gaan halen. En er is dus een wasje aan het draaien. Ja, en verder... Oh, de lampen zijn opgehangen. Dus we hebben hier nu deze lamp. Heel cute. We hebben daar ook zo'n lamp. Dus dat is een beetje wat er anders is dan eerst. Nou, ik ga even een beginnetje maken aan dit opruimen. Ik heb er echt totaal geen zin in. Maar ja, het moet ook gewoon gebeuren. Dus daar ga ik nu een beginnetje mee maken. Bijna 1 uur, denk ik. Ik heb geen idee. Wij gaan zo meteen eventjes naar de Quantum om te kijken naar nieuwe gordijnen. Maar ik ga eerst eventjes mijn make-up doen. En ik wil dus eigenlijk vandaag wel even deze kamer een beetje opruimen. Maar ik heb nu geen zin meer om dat te doen. De andere kledingkamer is wel al wat meer opgeruimd. En ik heb ook al 2 wasjes gedaan. Dus ik ga nu even mijn gezicht doen. En dan gaan we richting de Quantum. Bruine bolletjes heb ik. We hebben ei, we hebben wraps. We hebben broodjes die in de oven kunnen. Ik heb van die keizerbroodjes gehaald. Ik heb knakworst, dus we kunnen ook broodje met knakworst maken. Ik heb deze. Gewoon soep. We hebben crackers. Wat had ik nou nog meer gehad? Nee, dat was het avondeten. Oh. Dus ik weet niet waar je zin in hebt. We hebben ook ei. Als jij een ijsje wil koken, wat wil jij eten? Nou, ik eet lekker gewoon een kiwietje. Moet even vitamines. Welke kleur gordijnen wil je dan? Beige of wit? Dan zou ik toch wel een beige houden of zo. Ik had wel na te denken. Wat is het zelf, hè? Ik zat wel na te denken. Dat als we beige nemen. Dan moet het natuurlijk wel matchen met de bank. Dus ik dacht dat we beter misschien een beetje off-white konden doen. Want beige met beige is niet heel mooi. Niet altijd. Wat denk jij? Ja, ik weet het niet.
Nou, ik heb even een ei gebakken en dan daarop leg ik dan een wrap. Dat is heel lekker. Dus dat ga ik even eten als lunch. Nou, wij zijn aangekomen bij de Quantum. Even kijken wat we vandaag weer allemaal gaan kopen. Vind je een leuke vis? Ja. Nou, ik heb niks gefilmd, maar we hebben nieuwe gordijnen gekocht voor in de woonkamer. We hebben een beetje off-white. Want de spullen zijn natuurlijk een beetje beige. En onze stoelen zijn ook off-white. Dus we dachten, dan past het er wel precies goed bij. En we gaan dus nu eventjes naar de mall toe. Wij zijn even in de mall. Zin in. We zijn hier best wel lang niet geweest. Eerst kwamen we hier echt elk weekend. We gaan even shoppen. Ze hebben nog niet. Wat zei je? We hebben een leven. We hebben een leven. Kijk, ik heb net deze gehaald bij de Lush. Blijkbaar gaat je haar hier heel lekker van ruiken. Dus ik ben heel benieuwd. Oké. En we zijn op zoek naar een nieuwe winterjas. Niet voor mij. Oké, we zitten even in de H&M Home. Kijken of ze leuke dingetjes hebben. We zoeken eigenlijk even leuke placemats. Oké, nou we hebben een nieuwe jas en een nieuwe trui. We gaan nu even een jongenspak passen. We hebben een zwarte en een grijze. Ik heb het heel heet. Ga je hem niet houden? Ik vind het net een beetje... Te schattig. Nee, ik vind het een beetje kut. Oh. Maar joggingspak wel toch? Ja. Dus kan ik ook gewoon zelf gebruiken. We zijn echt al zo lang normaal. Het is nu 6:15. Gelukkig heb ik al boodschappen voor vanavond gedaan. Ik heb het ook in tacos. Ik vind dat zo lekker gewoon. We hebben nog niet gegeten in het nieuwe huis. Kijk, eigenlijk wil ik eigenlijk niet eens uitdoen. Maar die beige, ik denk dat die beige eigenlijk het beste is. Beige vind ik sowieso wel lekker. Mm-hmm. Gewoon fijn, je weet dat. En dan neem je deze en dan bestel ik ook die beige voor jou als kerstcadeautje. Ja, hoe kost dit? Nou, we hebben dus ook even net een airfryer gekocht. Echt heel chill. Het is wel een kleintje. Toch? Ja, is prima. Je kan toch kiepjes alles doen hier zo? Chicken ja, wings. Je kan heel veel erin doen. Chicken wings. En ik ga nu eventjes taco's maken. Oh, je moet wel dit erin. Ja, dat liefjes. Oké, wij gaan even deze taco's maken. Zijn er gewoon lekker van mijn vriend? Ja, nou ik vind deze ook heel lekker hoor. Dit is heel lekker, hele lekkere kruiden. Ze hebben gehakt, maar wij doen er dan ook tomaat en paprika doorheen. Dat staat er eigenlijk niet bij. Maar dat vinden wij heel erg lekker. Dus dat gaan we nu eventjes maken. Oké, het eten is klaar. Wij gaan even lekker. Smikkelen. Smikkel, smikkel. Nou, we hebben gegeten en we gaan even een kerstfilmpje kijken. We hebben even weer de deken gepakt en dan gaan we lekker op de bank liggen. Hoe is je nieuwe joggingspak? Heerlijk. Kijk, en we hebben de kaars even aangedaan. Mijn camera stelt de laatste tijd heel slecht, Gerard, maar... En we hebben dus vandaag gordijnen besteld. Een beetje off-white, dus die komen dan hier zo voor te hangen. Is dat? Het is volgens mij niet een hele lange vlog geworden, maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. En dan zie ik je morgen om 4:00 weer bij een nieuwe video. Doei doei!